Je bent vast wel eens kletsnat geregend. Terwijl jouw weer-app jou vertelde dat het droog zou blijven. Vraag je natuurlijk af, hoe kan dat nou? Dat heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid van wolken. Om te snappen waarom je regen-apps zoals Buienradar of Buienalarm er af en toe flink naast zitten, moet je eigenlijk begrijpen hoe ze werken. Zo'n weer-app probeert voor een paar uur vooruit te bepalen of het gaat regenen, en als het gaat regenen, hoe laat het gaat regenen en waar het gaat regenen. Maar het eerste wat zo'n app moet weten is waar de wolken op dit moment zijn. Want zonder wolken, geen regen. Om dit te doen, gebruikt de radar een onzichtbaar signaal dat hij uitzendt in alle richtingen om te kijken waar de wolken zitten. Een wolk bestaat uit allemaal regendruppeltjes. En het bijzondere van de radartechniek is dat grotere druppeltjes een sterker signaal richting de radar terugkaatsen dan de kleinere druppeltjes. En waar de grote druppels zitten, daar regent het ook hard. In sommige gevallen zijn de regendruppeltjes zo klein dat het radarsignaal er dwars doorheen schiet. Dan regent het wel, maar de radar ziet hem niet. Dit gebeurt regelmatig wanneer een hoge drukgebied boven ons land ligt. In een hoge drukgebied is de lucht relatief warm en deze warme lucht drukt als een soort deksel op de aarde. In Nederland is er heel erg veel water beschikbaar. Denk aan de natte polders, denk aan de Noordzee rondom Nederland. En omdat er zoveel water beschikbaar is, kan er heel veel water verdampen. Dit water stijgt op tot aan het deksel, waaronder het uitsmeert en er uitgestrekte velden van dunne wolken ontstaan. Deze dunne wolkenvelden hebben hele kleine druppeltjes. Dus als een radar een signaal uitzendt, dan gaat het signaal dwars door de wolk heen. Dus dan zegt de buienradar, niks aan de hand, terwijl het toch regent. En hier krijg je dus van die viezige, mistige motregen van, waar je weer heel nat van wordt. Nog een reden dat je weer-app er soms flink naast zit, is dat wolken heel snel kunnen ontstaan. Zo snel dat het nu niet te zien is dat het over 2 uur heel hard zal gaan regenen. Tijdens hele warme periodes verdampt er heel snel heel veel water dat in de lucht een wolk kan vormen. Omdat die vochtige lucht ook heel warm is, kan deze heel snel opstijgen en uitgroeien tot een dikke regenwolk. Een heerlijke zomerse tropische regenbui dus. Wat er nog meer fout kan gaan, is het voorspellen waar de wolken naartoe zullen gaan. Jouw weer-apps proberen dat te doen door eerst te kijken hoe een wolk zich in het verleden heeft bewogen, om daarna te voorspellen waar de wolk over 10 minuten zal zijn, of zelfs over 2 uur. Bijvoorbeeld, als een wolk zich in 10 minuten van Den Haag naar Zoetermeer heeft bewogen, dan wordt er verwacht dat die 10 minuten later boven Gouda hangt. De lijn van verwachting wordt dus doorgetrokken. Maar de wolk kan ineens ophouden met regenen of juist harder gaan regenen. Of de richting waarin de bui beweegt kan veranderen door de wind. Dan komt de wolk niet in Gouda terecht, maar in Alphen aan de Rijn. En dat maakt nogal uit als jij daar woont en ineens die bui op je hoofd krijgt. Gelukkig zijn er door de jaren heen steeds betere radars bijgekomen die die kleine regendruppeltjes steeds beter kunnen zien. In de toekomst gaat deze techniek ook nog veel meer gebruikt worden. Maar in de tussentijd, mocht je op je fiets stappen, kijk naast de buienradar ook even omhoog. Wolken vertellen alles over de regen en dat kun je vaak ook prima met je blote oog zien.